samen met de minister. 3, 2, 1, go! Het zonnepark van Groningen Airport Eelde werd vandaag geopend. Met de ruim 63.000 zonnepanelen is dit zonnepark het grootste van Nederland. De zonnecellen moeten ervoor zorgen dat de luchthaven zelfvoorzienend wordt in elektriciteitsgebruik. En het is de bedoeling dat 6200 huishoudens kunnen draaien op de energie van het park. Feitelijk wordt het zonnepark gebruikt voor een deel om de elektriciteitsvoorziening op de luchthaven zelf in te vullen. Maar de elektriciteit wordt teruggegeven aan het net, aan het hoofdnet. Gewoon voor jullie, voor iedereen. Met dit zonnepark wil het vliegveld een eerste stap zetten naar de verduurzaming van de luchtvaart. Maar om de klimaatdoelstelling van 2050 te halen, moet er nog meer gebeuren. In 2050 moet de CO2-uitstoot namelijk worden teruggedrongen naar 50% en in 2070 naar 0%. Wij hopen uiteindelijk wel dat alle elektriciteit die wij op de luchthaven gebruiken door het zonnepark worden gevoed. Maar dat is toch een andere vraag als gaan wij alle vluchten hier op de luchthaven ook elektrisch kunnen laten plaatsvinden met het zonnepark. Ik denk dat daarvoor het zonnepark nog te klein is en het elektrisch vliegen nog te veel in de kinderschoenen staat. Maar ik hoop wel dat deze luchthaven in Nederland gezien gaat worden als de voorloper op het gebied van elektrisch, in ieder geval duurzaam vliegen. Het zonnepark werd geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Nou ja, ik denk dat de luchtvaart echt voor een hele grote uitdaging staat. En dan ga je kijken wat kun je nou doen om ook die luchtvaart te verduurzamen. Dat begint dan met het vervoer van en naar de luchthaven. En op de luchthaven zelf, zoals hier, waar de energie dus nu wordt opgewekt door middel van de zonnepanelen. In ieder geval staat de eerste laadpaal voor elektrische vliegtuigen er. Maar voordat er een elektrisch passagiersvliegtuig kan opstijgen vanaf Eelde, moet er nog heel wat gebeuren.